Wij gaan zo direct een patiënt behandelen. Wij gaan de 1-6 beslijpen, daar komt de kroon op. We gaan de afdruk maken met een 2-fase techniek. Daarvoor gebruiken we materiaal van Kettenbach. De Panaceal Putty. In de eerste fase met een folietje ertussen. Dan drukken we met een beetje kracht aan. Intussen zijn nog een afdrukje met silky nat voor de tegenbeet en als malletje voor de noodkroon. Vervolgens maken we nog een noodkroon uiteraard van visale stemp. Mag je open doen. Nu mag gewoon rustig dicht bijten. Prima. Een beetregistraat mag de kiezer gewoon op elkaar zetten. Maar een beetje pasta tussen stoppen. Ik wil eerst nog een beetje astringent aanbrengen. De lightbody die we gaan gebruiken, dat is Panaceal Initial Contact X Light. Dat is een materiaal dat als voordeel heeft dat het mag een heel klein beetje vochtig zijn. Drukken we weer goed aan en dan moeten we even wachten tot het uitgaat. Dus we houden altijd een beetje lichte druk erop. Zo. Ja, de afdruk is goed dus.